mama help. Nooit meer. Ik denk dat ik hem weer zie. Mijn volgende bestemming heeft alles te maken met een boek dat mij jaren geleden volledig heeft weggeblazen. Ik ben daar letterlijk weken niet goed van geweest. En dat is dit boek, Into the Wild. Dat is een ongelooflijk straf verhaal en bovendien echt gebeurd. Er is zelfs een fantastische film over gemaakt. Het gaat over Chris McCandless. Dat is een jonge gast die werkelijk een schitterende toekomst voor zich heeft. Hij heeft welstellende ouders en hij is bij onderscheiding afgestudeerd aan de universiteit. En dan, plotseling, beslist hij om met alles te kappen. Hij laat alles en iedereen achter, trekt 2 jaar Amerika rond en besluit dan om naar Alaska te trekken. En dat is een beslissing met noodlottige gevolgen. Alaska is de grootste Amerikaanse staat. 57 keer groter dan België en toch wonen er maar 700.000 mensen. Het overgrote deel is ongerepte natuur, vol uitgestrekte bossen, wolven en beren, met een gigantische aantrekkingskracht voor avonturiers. En voor McCandless loopt het hier verkeerd. Gedurende 4 maanden probeert Chris McCandless te overleven in de wildernis. En dan gaat het fout. Hij wordt dood teruggevonden in een bus. 24 jaar was dat toen. Nu, het verhaal van Chris McCandless heeft me eigenlijk altijd gefascineerd, omdat hij heeft iets gedaan wat ik misschien zelf ook altijd heb willen doen, maar nooit echt gedurfd heb. Gewoon voort zeggen. Weggaan, weg van alles en iedereen, de natuur in. Ik ga de laatste plek bezoeken waar hij gevonden is. En dan, als ik nog durf, zelf. Alleen de wildernis in. In het gigantische Alaska. The Last Frontier. Alleen de wildernis intrekken klinkt romantisch. Maar is het dat ook? Je zou mensen als McCandless, en mij dus ook, gewoon naïeve dromers kunnen noemen. Wat weten we eigenlijk over de natuur en daarin overleven? Alleen al hier in Fairbanks rondrijden is een vreemde ervaring. Dat is Fairbanks. De tweede grootste stad van Alaska. 30.000 man woont hier. Dus dat is ongeveer zo groot als Lier. Dat is niemand. Maar misschien is het niet zo onlogisch dat de straten er verlaten bij liggen. Want het is bijna middernacht. Het is 11:45 s'nachts. Maar we zitten hier zo noordelijk dat het hier gewoon niet donker wordt. Dus er is maar één oplossing, het hier donker maken. Voilà, slaap wel. De volgende ochtend rijden we van Fairbanks naar Healy aan het Denali National Park, waar Chris McCandless is gestorven. Het is dezelfde weg die hij ook nam. Typisch voor Alaska. Kilometers door onbewoond gebied. Enfin, bijna onbewoond. Hier. Zie. Wie nou? Hier. Een eland. Kijk, als je dat tegenkomt, als je niet in een auto zit, dat je wel even schrikt. Na 2 jaar zwerven, laat Chris McCandless zich vanuit Fairbanks tot hier rijden en laat zich afzetten aan de Stampede Road. En vandaar vertrekt hij. Die man die hem afzet, die is zo bezorgd en die geeft hem nog zijn boterhammen mee en zijn rubberlaars, want eigenlijk heeft hem niks bij haar, dus. If you make it out alive, give me a call. My number's inside the boots. Thanks. Nu ik hier zo door de bossen rijd, begint het pas echt tot me door te dringen hoe waanzinnig het plan van McCandless eigenlijk was. Hoe dacht hij hier, in het midden van de winter, ooit te kunnen overleven? Maar hij had zijn besluit gemaakt. Hier,
Hier is het. Stem weer groot. Ik moet toch even stoppen. Dat kan toch niet dat hij zich hier laat afzetten? Ja, dat is een pad. De bus staat er nog altijd op het einde van de Stampede Trail. En ik ben ondertussen wel heel benieuwd geworden. Een boek en een film zeggen maar zoveel, maar hoe was het daar echt? In de regen lijkt het alvast een stuk minder idyllisch. In 1992 laat McKinley zich hier afzetten. Vlak bij die Stampede Road. En de man die hem afzet zegt nog, doe dat niet. Ga met mij mee naar Anchorage, ik kan voor werk zorgen. Doe dat niet, je bent niet voorbereid, je hebt geen materiaal bij. En Chris zegt, nee, zet mij hier maar af en ik vertrek. En hij vertrekt, loopt dat pad hier af. Het is winter. Hij steekt twee rivieren over. En dan vindt hij een verlaten bus. Een bus die daar eind jaren 70 achtergelaten is door mijnwerkers. En hij besluit om daar te blijven, in die bus te gaan wonen. Hij noemt dat trouwens de Magic Bus. En dan... ja, dan gaat het fout. Hij vindt niet genoeg eten. Hij eet een giftige plant. Hij wordt ziek. Hij is uiteindelijk zodanig verzwakt dat hij, als de winter voorbij is, probeert terug naar een dorp te geraken om hulp te zoeken. Maar de rivier is ondertussen een wilde rivier geworden en hij raakt er niet meer over. Hij kruipt terug in de bus en hij sterft daar. Vier maanden daarna wordt Chris McCandless gevonden dood door jagers. En in de bus vinden ze ook slaapzak, dagboeken en dit hier, deze foto. Dat is de laatste foto die op de camera van Chris McCandless gevonden wordt. Een soort zelfportret. En je ziet hier eigenlijk al dat hij uitgemergeld is. Maar toch met zijn eeuwige glimlach. Daar krijg ik echt kippenvel van, want deze foto is uiteindelijk ook in de film en in het boek en in al zijn verhalen het symbool geworden voor ja, die zoektocht naar vrijheid, die lach, die isolatie daar, dat is. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Ik ga dezelfde tocht doen als Chris McCandless. Maar voor we aan beginnen, ga ik eerst langs bij Telly en Roger. Twee pelsjagers die de Magic Bus door en door kennen. Telly blijkt de originele bus ingericht te hebben. Dat wil zeggen, toen die mijnwerkers de bus hebben achtergelaten, hebben ze die ingericht als een soort van shelter voor jagers, voor trappers. En Telly heeft die ingericht. How are you doing? My name is Tom. Tom, nice to meet you. Nice to meet you. How are you doing? Good. Come on in. I was just reaching out. You guys drink? Yeah. Hi, how are you doing? Hi, sir. My name is Tom. Hi. You are the guy who refurbished the bus? Well, the bus was abandoned. We were trapping out in that area, and rather than build a trapping cabin, it'd be easier just to put a stove in that bus and a couple beds, you know. We just made it nice enough to where we could go out there in the winter time and have a place to overnight it. So you actually slept in the bus regularly? Oh yeah, like twice a week. Was it a good spot for Chris McCandless to stay, the bus? As far as a shelter it would be, but when we used the bus, we had to bring our own. We made sure we packed our whatever we were going to eat, you know. Yeah. Because, you know, it very seldom, you couldn't even find a rabbit out there, you know, or even rabbit tracks, you know. So, you know, there wasn't nothing running around there to eat. So what was he? Was he stupid? Was he ignorant? Was he... No, I've never met the guy, and I just think he was just trying to challenge himself, you know? He was very ill-prepared. Didn't quite know what he was getting into, I think, going out there. You might not have made all the right choices, but that doesn't mean you're stupid. Mm-hmm. You know, it's... And I'm sure he's doing everything he could to survive. Nobody's trying to, you know, he didn't go out there to try to kill himself. See, normally,
I'd be going out to the bus, you know, at least, you know, periodically. I would have met him, you know, but... Really? But I was like 100 miles to the west of there. You could have saved him. Well, if you were there. If I would have met him, I could at least gave him some, you know, helped him out, you know. Anybody would have, you know. It's because I don't think he was that unsociable, you know. It's just, he just chose to try to make it on his own out there where in one of the roughest situations, you know, that you can get yourself into. Mm-hmm. And it's just sad he didn't, you know, things didn't work out for him, you know. Mm-hmm. You want my cell number in case you get in trouble? In case we, yeah, I want your cell number, yeah. I'll give it to you. Yeah, for sure. Can we do anything with a cell phone there? You got? Oh, look. Can you? No. Where's you? Telly en Roger wonen als echte trappers samen met etelijke sixpacks een eindje buiten Healy. Maar ook het stadje zelf stelt niet veel voor. Enkele huizen langs de snelweg en een oude bus. Hier staan ze. Ik moet er wel één ding eerlijk bij vertellen. Het is niet de echte bus. Sean Penn, die de film regisseerde, vond dat die bus niet op een mooie plaats stond. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk dezelfde bus helemaal laten namaken. Dezelfde kleuren geschilderd, hetzelfde nummer opgezet. Van binnen helemaal ingericht, zoals de bus waar Chris McCandless in zat. En na de film is hij eigenlijk hier terechtgekomen, in Healy. We gaan straks eens horen hoe dat er eigenlijk terecht is gekomen. Ik wil toch eens binnenkijken. Dus het is gewoon een exacte kopie van de echte bus. Je zit eigenlijk in een filmstudio. Gewoon exact nagebouwd. Dus zo zou die bus er moeten uitzien. Juist hetzelfde. Raar gevoel. Maakt me eigenlijk nog curieuzer om de echte bus te zien. Ze proberen hier duidelijk mee te surfen op het succes van het verhaal. Het is de eigenaar van het plaatselijke café die de bus van de filmmaatschappij heeft gekocht. Ik vraag me af of ze ook echt toeristen trekt. Hi Jason. Hey, how you doing? How's it going? Good to see you. Fine, thanks. Yeah. I just went inside. It's... Oh, yeah. How was it? It's impressive. Yeah. How long after the movie did you get it? I think it was like 2 years after the movie, 3 years after the movie. So did at that time did you realize the importance of the bus? I think so. I mean, we paid a good amount of money for it, you know. And at the time I was like, oh, you know, but it was like, oh, is it too much or whatever? But at the end of the day, I think we've been happy with it because it's really kind of created a kind of a unique energy around this area. De bus aan het café trekt dus inderdaad toeristen aan, maar er zijn ook geïnteresseerden in de echte bus. How many people come here a year through the bus? It's hard to say, you know, like I was here in I'm here pretty much most of the year. And back in March, a gentleman from Argentina came here, like a young kid with a backpack, and he's like, I want to go see the bus, Jason. His name is Diego from Buenos Aires. Yeah. And I was like, you want to go see the bus? He's like, yeah, I don't know how I'm going to get there, but I'm going to go. And it was like his dream. And it, like, I was like, wow. A bit like McCandless himself, huh? Yeah. And it's just, he's not the only one. There's people all over the world that come to, you know, basically, you know, try and see us for themselves. But what kind of people are they? You know, I think at the end of the day, I think they're people that, you know, have that sense of adventure, you know, like in a world where, basically, there's, you know, skyscrapers and concrete jungles everywhere. Everyone throughout the world is trying to find their own little piece of wilderness, and I think that's kind of really what that adventure Chris McCandless represents to a lot of those people anyway. What do the local people think about Chris McCandless? You know, I think there's a lot of mixed opinion on it, but basically,
I think that they're most, what disturbs them most is the fact that he went out there kind of unprepared. You know what I mean? A lot of people that might go out there in the summertime, even the wintertime, that are unprepared, I think really kind of makes the locals upset, because at the end of the day, they're the ones that got to go rescue them. You know what I mean? So. Yeah, absolutely. Yeah. Okay, thanks. Yeah, thanks thank you. So much. Yeah, appreciate it. Het Stampede Trail tot aan de bus is een lange en zware tocht. Het is grotendeels moerasgebied en we moeten ook twee rivieren oversteken. Maar gelukkig is er in Healy één organisatie die de tocht naar de bus aanbiedt. Do you do this often? Do you take a lot of people to the bus? You know, people have been asking me to go out to the bus for years, pretty much ever since the book came out. And I've politely declined for many, many years. This isn't a great place to go in summer. It's a winter trail. It was always a winter trail. It follows the swamps and rivers because when it's iced over, it's easier travel. During the summer, it's swampy and wet. But in recent years, I've really come to the realization that for people, they have their own reasons for going there. Dave, if they go anyway, you might as well guide them safely. Well, better yet, I can teach them the skills so that they, and use that place as a place of learning, so that if they move on and go on in the future, they'll know a lot more about Alaska and river crossings. Yeah. And you're talking about going out on your own and safety, and just as knowledge of Alaska, it's good to know these river crossing techniques and to see how well they work. So do that, and if we can get across the river, then you did something Chris McCandless couldn't. Is it worth going there? Is it a magical place, the bus? I have never actually gone out to the bus. I've been in the mountains surrounding it. No, never. And you live here all your life? You've never been there? No, not even close. Are you coming with us? I will not be coming with you. Really? Yeah, I have a guide that's been there a couple of times. So. So why at his request, I'm sending the experienced one. He has the bus experience anyway. Oh. Ik denk dat we ons met die gids niet te veel zorgen moeten maken over die tocht naar de bus. Maar wat ik me wel zorgen over maak is dat ik binnen een paar dagen alleen de wildernis in moet. Zonder cameraploeg. Alles zelf doen. En dat in volle berenseizoen, dat weet ik nog niet goed. Enfin, ik kan me daar nu nog niet te veel zorgen over maken. We gaan eerst naar die bus en de rest dat zien we later. Appelen. De volgende ochtend rijden we al heel vroeg naar het Stampede Trail waar Chris McCandless werd afgezet. Ik heb er afgesproken met Kevin, die al verschillende keren bij de bus is geweest. Okay, tell me what we're gonna do. Okay, hey Tom, we're going out to the bus 142. The weather cleared up really nice for us today. Yesterday it was pouring down rain, so we were thinking that's what we were going to get. But we've got a lucky day. These guys are going to haul us out in these Argos. They're great all-terrain vehicles, all-terrain being that they're amphibious too, so they can go through water. It's a long hike, and given that we only have the 2 days to get out there, it would be a bit of a push to do that in 2 days just on foot, so they're going to get us out to at least the river, or the Savage River, guys? Or are we crossing the Savage today? We're gonna try and get you all the way out to the Savage, yep. Okay. Are you ready for it? I'm ready. All right. I'm packed. Let's do it. I'm ready for it. Vanaf het begin van het Stampede Trail is het 36 kilometer tot aan de bus. Het is een drassig en moeilijk begaanbaar pad en vooral de oversteek van de tweede rivier, de Teklanika, kan soms moeilijk en gevaarlijk zijn. Maar het eerste stuk van het pad kunnen we dus met Argos doen, een soort amfibievoertuigen. Het enige verschil is dat natuurlijk Chris McCandless heel veel tijd had om dat te doen. Dus als wij op 2 dagen heen en terug naar de bus willen, moeten we dat eerste stuk met dit doen. En ik ben blij. Het is waar wat Jeffrey zei. Dit is geen pad om in de zomer te doen. En de regen van gisteren maakt het er zeker niet beter op. Gelukkig doen de Argos goed hun werk. Alhoewel, soms hebben zelfs zij het lastig.
One thing is the beavers have dammed up that little pond we saw back there. Yeah. And so this creek is just, it's all flooding as a result of all those dams. Yeah. So yeah, it's just super muddy. It's not because there's people driving this. Can you imagine that Chris McCandless walked this all by himself? Right, right. He would have been trucking through all of this madness. Anyway, yeah, unbelievable. Yeah, okay. Move on. 2 uur later komen we aan bij de eerste rivier, de Savage, waar we afscheid gaan nemen van de Argos. Het water staat gelukkig net laag genoeg om ons droog aan de overkant af te zetten. Super, thank you. Voilà, say. Iedere rivier minder. Glad you're here. Be safe. Thanks very much. Yes. Thanks, guys. Thanks. Yeah, see you be careful out tomorrow here. Night. Yeah, definitely. Don't forget us. Oh, yeah. Try not to. We'll be here, right here at the spot. You'll be right here. On. Yep. Okay, very good. Oh, was it? Okay. Beginnen. Het zal een zware trip worden. Kom, jongens. Weg. Nog een goede 20 kilometer is het vanaf hier tot aan de bus. De zon is beginnen schijnen en het is eigenlijk een prachtige dag aan het worden. Dat was wel even anders toen Chris McCandless hier wandelde. Hij deed de tocht in de winter, toen er een dik pak sneeuw lag en 's nachts vroor het dat het kraakte. En toch zette hij door. Wauw. Look at it. It's pretty nice, it's huh? Unbelievable. Yeah. Oh, it's a pretty expansive view. The best one we've had in a little while now, huh? No, this is unbelievable. This is Alaska as I envision it. Really, this is the way it should look. It's unbelievably beautiful. Never ending sea of forest. Yeah, what a vast wilderness. Yeah, there's no denying that this is a beautiful place, and I can see the draw for Chris to spend time here and hang out. And there's nothing there? No. Ooh, what's the closest village? Probably the town of Healy that we left. Yeah, that one. But in that direction? Just Let's see. Lake Munchimina, which is pretty far from here. That could be an hour flight. Even verderop stoten we op de Teklanika rivier. Het is door deze rivier dat Chris McCandless zichzelf niet meer heeft kunnen redden. Het smeltwater stond te hoog en hij raakte niet meer terug in de bewoonde wereld. Ook vandaag is het pijl vrij hoog. It looks swollen, no? Yeah, the Tek is swollen today. But today is... People go up there and drive across. It's not doable. I think it is doable, but it wouldn't be the safest choice. It would be much easier to go upstream and find a better, safer place. Yeah, it's up to you. I don't feel uncomfortable in the water, but right. I think if you get swept away and get entangled in the trees or... Yeah, we don't want that. And this is the thing, this is what happens when people come to visit this bus. They walk right down this trail and like lemmings to a cliff, they sort of come right here and they think this is the spot. And that was kind of Christopher McCandless's mistake. He never really ventured up or down river and really scoped out his situation to see if there was a better place to cross. So people come here and they think, well, this is where you cross, and so they try to cross. What a lot of people wind up doing and thinking it's very safe is they'll string a rope across here. And then what they want to do is they want to clip to the rope. And it'd be one thing if you're just holding the rope so you could let go, but clipping to a rope's a very dangerous thing to do. And especially on a river, a rope that goes straight across a river. So if you clip to that rope, when you get to the middle, if for some reason you're tripped up and you fall down, that pulls to that apex and it sags under the weight and volume of the river, and then it drags you down. It drags you down, yes. Kevin overdrijft niet. Heel wat toeristen komen hier in de problemen. In 2010 zelfs met dramatische gevolgen. That's unfortunately what happened with Claire Ackerman. Yeah, she died, And her boyfriend is... they both were clipped, they both fell, they both got pulled under. He was able to cut himself free, and then by the time he had gotten out of the river, which is very difficult, probably down there somewhere, and run all the way back up here, then
come all the way back out onto the rope to cut her free. It was too late. She had already drowned. So, and that's a tragedy. It's a tragedy for many reasons, but it's a tragedy that they didn't have the skill set to get them across the river safely. I'd like to get upriver and see what's beyond. Yeah, we'll just go on that way and find a way to cross. Exactly. Waar je de rivier oversteekt is dus het allerbelangrijkste. Maar niet zo vanzelfsprekend, want het is moeilijk te zien waar het water minder diep is. Het beste is een plek te zoeken waar de stroming gebroken wordt door een zandbank. What do you think? What do you reckon? We go that way to the left? Yeah, try to cross to the island? Kinda, yeah. That's what I think. An island hop. We'll go island hopping. Look at all that slow water behind that island, that eddy. If you could just get into that slow water right away, that would be good. I'll take a risk. I can do it. Okay. That's one. Eens in het water voel ik inderdaad pas echt de kracht van de stroming. Dit is zonder twijfel de beste plek om over te steken. Maar toch moet ik me serieus concentreren om niet te vallen. Het water is ijskoud. Oké. Onmisbaar hier, zo'n gids. Maar in dat laatste stukje heeft hij zich toch misrekend. Na de zandbank is het een stuk dieper dan we dachten en ik krijg het toch nog lastig. Yes! It's okay. Het viel al bij al wel mee, maar ik ben toch blij dat ik er ben. En even verderop kom ik zowaar twee wandelaars tegen die op dezelfde plaats willen oversteken. Did you guys went to the bus? Yep. Yeah. How was it? Yeah, very nice. Yeah. Nobody was there and it was very nice place. Very good vibes. Yeah. Did you come specially for the bus? Yeah. Not specially from Alaska, but yeah. It was part of the decision to come here. It was just to enjoy Denali and the south of Alaska and then to move to Stampede Trail. So, where are you from? Paris, France. Ah, bon. Yeah. Bonjour. Bonjour. Parle français aussi, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous inspire de Chris McCandless? C'est quoi qui vous inspire? Le petit côté, je sais pas, le petit côté d'avoir poursuivi ses rêves en fait, sans s'occuper de rien, ou ne pas être retenu par la famille, ne pas, enfin voilà, de vivre ce côté, vivre ses rêves, aller au bout de ce qu'il voulait faire et puis bah ça l'a amené là où ça l'a amené mais. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est vrai que c'est une place magique? Après je pense que c'est selon chacun. C'est selon chacun. Je pense que certains ils trouveront rien du tout à part un bus délabré. Et d'autres y trouveront bien plus. Je pense que c'est justement le charme de la place, c'est que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Ok, merci bien. Bah, oui, profitez alors. Bien. Au revoir. Toch straf hoe het verhaal van McCandless zo universeel mensen heeft aangesproken en zelfs Fransen tot hier lokt. Anderzijds, nu ik zie hoe wild het hier is, vraag me af hoe hij het ooit dacht vol te houden. Veel is hier niet om van te leven. Maar Chris, die vond het fantastisch. En dan, na een volledige dag stappen, komen we eindelijk aan bij de bus. Wauw. It's actually in a much more beautiful spot than I imagined it. Huh? Yeah. Yeah. Yeah, it's pretty here, huh? Can hear the creek running down there. It's unbelievable.
I could see why Chris would want to spend some time here. It's pretty nice. I mean, it's quiet here. You hear the creek. It's just like, wow, it's unbelievable. We saw the replica. Mm-hmm, at the, in Healy, yeah. At the brewery. But if you see this one, it's, I mean, he called it a magic bus, but I can sense why. No? Mm-hmm. How does this feel to you? Well, I don't know. I mean, it could be a magic bus on a lot of different levels, you know, yeah. For just it is such a magnetic draw to so much energy and attention, whether positive or negative. It's just, it's kind of stirring people worldwide. The way it moved Chris to move people to write books, to move people to make movies, to move people to come from all over the world to come out here, to move people that are locals to come out here and shoot it up. And yeah, I think in a way it's a magic bus. It really commands a lot of attention. Can you understand why it inspires people? Yeah, I can totally understand why it inspires people. I read this book and was completely touched by the book and Christopher's experience because I can identify with Chris. I felt that way in my youth and at his age. You know, I think that's something we go through. I think, you know, when you're in college, you're being institutionalized, but you're also learning to think critically. Mm-hmm. And he was questioning everything around him, and I understood that. I went through that same thing. I had the same question. So I think that's why so many people identify with the book. They read that, so many youth especially, and they're just like, yeah, you know, like, yeah, they can identify with that. Mm-hmm. Can I go check inside? Yeah. That's why we came here. That's why we came here, yeah. I think you should. Ik heb een hele naïeve gast. Maar dan maak ik het ook zo schoon. En dat hij hier 4 maanden heeft kunnen overleven, dat vind ik onwaarschijnlijk. Maar we moeten zien wat dat mensen inspireert. En over heel de wereld. Mensen in 98, 2012, 2000. Hier. Karen McCandless, this is his friend Chris McCandless. My brother, I love you. August, May, ja, August 2007 en May 2014. Dat is een maand geleden, was de zus van Chris McCandless hier nog. Een boek vol quotes van mensen. Polen. A lot of people in the world wonder and ponder on how and why Chris died. Me, I like to think of how he lived. Honderden mensen die hier wonen van over heel de wereld. Als je wilt weten wat ik geschreven heb, dan zal zelf naar hier moeten komen.
hungry? Yeah. Yeah, I think it's warm enough now. All right. That ought to treat you right. Place some of those calories. Oh, oh, oh. I think that's a pretty dense meal. Yeah, it smells really, really good. Yeah. How's that treating you? It tastes really good. So do you know many people that do that travel on their own? Do you travel on your own much as far as sure. getting into the wilderness and camping, things like that? I came out here and thinking I might do it. Yeah? But I think it takes a special kind of person to do it alone. Yeah. No? I mean, hiking out together or alone, it's a whole different ballgame, no? Oh, yeah, I agree. Definitely. Especially up here, because it's such an unforgiving place, so I don't know. Most of what I do is I kind of like to have partners. Yeah. It's just a safety thing. So any advice if I want to do it? There's a lot that can happen up here as far as weather. And you just get some really intense weather extremes. Mm-hmm. And there's bears. Bears are scary. I've had some pretty scary encounters with bears. I've been charged by bears, and I could tell you the story if you wanted me to. Yeah. Well, it's make me more scared. All right. I was fishing with my friend Steve Barilla, but whenever you're fishing, there's always like the sound of the riffle of the stream, and you try to make a lot of noise to alert bears of your presence, and then all of a sudden the silence is shattered by some rustling, and you look up, and I look up and I see three cubs running up some cottonwood trees. And I go, uh-oh, that's not a good sign. And it was just a few seconds after that I hear, and it was so loud, I get the chills even telling the story. It was so loud, I had no idea where it was coming from, but I was positive in my mind that because it was encompassing me from everywhere that this bear was, I was between her and her cubs, which is the worst case scenario you could ever be in a bear situation. She stood on her rear legs and was like, and she started pouncing the ground, going all the way to the ground, and hitting it, and standing all the way up, and then going all the way down, going, and she stood and turned to the side, and puffed up her chest and hair, and she's looking at me, and she's stomping from leg to leg, going doosh, 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 stomping, and I just was like, oh. And my first instinct was to run, which I should have in retrospect, but I didn't, because they say never to run from bears. So I turned around like an idiot. I'm kind of going, hey, bear, it's okay, trying to talk to her. But she was just protecting her cubs, and she wanted me to run and leave, and that would have been fine. I'm talking to her, hey, bear, and she's like, like, you don't get it. And trees, the size of these trees that we see right here, this big around, she started to hit them. Wham! And when she hit them, they would just explode. So she was hitting trees, and they were shattering all over the place. And she started clacking her teeth, going, crack! So I started running at that point. I'm running down the stream and looking back behind me. I'm running down the stream and looking back behind me. And then she comes back out of the woods and is like, rah, and comes down into the stream with me, bounding through the water, just charging me. And I'm thinking, what do I do? Because typically if a bear pounces you, what you want to do is clasp your fingers really tight like this and go around the base of your skull, because they go for your brainstem. So I'm thinking, how close am I gonna let her get before I drop into this ball in the water? She stopped and stood up. And I was like, whoa. And she stood up and she was going like this. And she turned around and left. And then I turned and my buddy Steve was running. So now she saw there was two of us and he was running towards her, which she probably was like, what's with that? That, you know, now there's two of them. You know, okay, you know, he's leaving, there's two of them. So she ran back into the woods to check on her cubs again. It was kind of a gnarly situation. So it was scary. I was on an adrenaline rush for days after that. I was like, whew. So I carry bear spray now. Thanks for telling me the story. You're welcome. I sleep very good tonight. Yeah, all right.
12:30 s'nachts. Mannetjes, slaap wel, hè. I snore. Yeah, you snored. Yeah. The best bear protection there is. Kevin. Yeah. Can you do me a favor? That's the moment. Just before we leave, yes. I want a last picture. I want it exactly the same. Second window. Think he has a leg like this? Yes. One, two, three. One, two, three. Thanks. Leave here. Let's go back. It's been beautiful. Yeah. Really nice. Yeah, really, really. How did it feel when you're in there? Yeah, well, spending a night here in this amazing place, it feels, yeah, made me feel a little part of him. So I'm happy. Dat was dus The Magic Bus. Fantastisch om te zien als je zo'n fan bent van het boek als ik. Maar is me ook iets duidelijk geworden. Ik ben Chris McCandless niet. Zijn tocht naar hier was waanzin. En je kan je zelfs afvragen of het geen zelfmoord was. Zoiets zou ik nooit doen. Maar zo voor je droom gaan en je door niets laten tegenhouden, daar ben ik wel nog altijd van onder de indruk. Ook al waren de gevolgen desastreus. Terug in Healy, in mijn hotelkamer. In principe gaan we morgen naar Bittles. Het is een klein dorpje op de rand van een gigantisch natuurgebied. En van daaruit ga ik me met mijn vliegtuig alleen laten afzetten in de wildernis. 300-400 kilometer weg van alles. Het is in principe iets waar ik al jarenlang van gedroomd heb. Maar hoe dichter dat komt, hoe meer schrik dat ik begin te krijgen. En dat is er de laatste dagen niet beter op geworden. Maar ja, ik zat gisteren in de tent nog eens in het dagboek van McCandless te lezen. Stond wel iets fantastisch in. Dus luisteren. Twijfel niet altijd en zoek niet altijd excuses. Doe het gewoon. Als je iets wil in het leven, ga er dan gewoon voor. Dus misschien is dat hetgeen ik moet doen. Hè. Met een eigen into the wild. Alleen weg van alles. Schrik of niet, ik ga het gewoon doen. Fuck it. Into the wild. Oh, bear! Oh, dear. Coming true. Ik ben hier helemaal alleen. Hallo! Ik denk dat ik een beer zie.